Hallo, dat is een vlog. En welkom bij een vlog. Dit is een hele andere vlog dan jullie gewend zijn. Want dit is een creatieve vlog. Wat bedoel ik daarmee? Dan zie je zo na de intro. Oké. Ik heb een keer geprobeerd om een buitenvlog te maken. Dat ging goed. Allee, ik heb maar één hand. Dus ik kan niet rondrijden en filmen. Nou, daar heb ik een beetje op nagedacht. En mijn vader ook. En we zijn toch een mooi ideeën gekomen. Let op. Het is nog maar een idee. Dus het kan fout gaan. Ja. Jullie kennen het wel. Een boekensteun. Ik heb een rolstoel. En ik monteer de onderkant aan een rolstoel vast. En dan vraag ik je af waarom mooi. Maar waar zet je de iPod op? Nou, dat hebben we ook aangedacht. Want oké. Oké. En een oude tomtom die is kapot. Maar de standaard niet. Dus ik dacht, hier zit een zaklap op. Maar als we die erop halen en we boren hem op die boekenstandaard vast, dan zit die zo erop vast. Zo. Pok. Dan stikken we aan de andere kant, hebben we natuurlijk een ding waar de iPod op moet staan. En je weet wel, dit gaat niet passen op de iPod. Maar, oh. Maar daar hebben we ook een oplossing voor. Tenminste, hopen we. We pakken zo'n ijzeren plaatje. Die stoppen we in het hoesje van mijn iPod. Het kost toch maar 1 euro. Dus boeien. Nu zit de iPod erin, maar die halen we eruit. Daar komt een ijzeren plaat in. En daar gaat weer dit ding vast. Dit ding
een ijzeren plaatje met de hoesje eromheen. En dan hopen we dat de ijzer er nog in past. Ik denk wel, want de hoesje is zo uitrekbaar. Als dat ook lukt, dan is het mooi. Maar, dan hebben we nog één probleem. En daar hebben we ook een oplossing voor. Kijk, dit is een hoesje. Kijk. Maar, als je aan dat ding wat zit, dan kan mijn iPod afvallen of uitvallen. En dan is hij kapot. En dan wil ik niet, want dit is mijn eigendom. Ben ik heel blij mee. Dus dat wil ik niet. Dat zijn jullie ook wel. Nu, heel wat bedacht. De postbode, die is zo dik elastiekje. Als we die hier omheen doen, een stuk of 3, 2, weet ik veel, dan blijft die wel zitten. En als die eruit flikkert, dan blijft die toch haken. En dan kun je hem zo weer indrukken. Dus mensen, dat is ons idee. Ik hoop dat het lukt. Morgen gaan we ermee aan de slag. En ik hoop gewoon dat het lukt. Ik bedank jullie voor het kijken, voor het liken, voor het abonneren. En ik hoop dat jullie alles hebben verstaan. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei. Ciao.